Kosta heeft geloof ik de 7's of... Oh nee, Ivanov. Dit is een jongen uit Sint-Petersburg. Een van de grote winnaars in de Oma Heilopartij in Moskou. Nicky Roeg heeft ook aanskoning. Nicky Roeg ook aanskoning. Nicky die heeft me even geleden ook uit een port gebluft. Vond ik erg goed gespeeld van hem. Ja, hij blufte me, maar het punt was dat ik hem ook 2 keer blufte. Dus eigenlijk had hij nog een betere hand, want ik had ook helemaal niks. Maar hij callde een bluff en op het moment dat ik op de turn nog een keer bette, racete hij me. Met helemaal niks. En, ik denk dat Nicky een hele goede speler is. Ik kende hem helemaal niet voordat ik hem vandaag tegenkwam. Maar, Ja, hij re-raced hier met Aas Koning. Lijkt me ook natuurlijk een goede move. Ik heb nog een aantal keer in het toernooi gezien dat andere mensen callen dan. Hij heeft volgens mij ook niet zoveel fiches of wel. Ik zie het. Jawel, hij heeft een aantal witte. Oh, ja, van die witte heeft hij nog. Ja, oké. Okay. Hij heeft nu 1300 gemaakt en hij heeft nog iets van 15.000 over of zo, geloof ik. Hè? Ja. Hij heeft 1300 extra gemaakt. Naar aanleiding van de originele race van Schaefer. Peetoom heeft Aas vrouw. Dit is een hand die je normaal gesproken natuurlijk gewoon weglegt. Hè? Als vrouw leg je in deze situatie zo verschrikkelijk snel weg. Dat is ongeveer de allerslechtste hand die je kunt hebben. Ja, die colt, dat is geen goede beslissing. Een race en een re-race, dan is Aas vrouw een totaal drama. Ik denk dat Brendan, ik weet niet hoeveel die heeft, maar als hij rond de 10.000 heeft, ga ik ervan uit dat hij all-in gaat. Heeft hij dat of heeft hij veel meer? Als hij veel meer heeft, zal het wat lastiger zijn. Nee, hij heeft iets meer. Ik denk om bij de 17.000 nog. Ja, 15.000, 17.000. Dan is het waarschijnlijk net iets te veel. Dan denk ik dat een call waarschijnlijker is. Nee, hij re-raced. Hij re-raced toch? Ja. Hij gaat ervoor. Oké. Oké, toch wel risicovol wat hij nou eigenlijk doet. Want hij heeft toch behoorlijk wat fiches. Maar hij geeft je ook al aan, ik ga niet meer weg. Nee, min of meer wel, ja. Het is voor Nicky Roeg houdt het nu ook eigenlijk niet meer over, hoor. Hij weet gewoon dat eigenlijk de enige hand waar hij nog op kan hopen, waar hij tegen zit, Aas Koning is. Of misschien Pocket Vrouw, maar het is eigenlijk een van die vier handen. Aas Koning, de vrouwen of Aas Koning. En als je die hele range bekijkt, dan wordt Nicky hier waarschijnlijk ook niet echt vrolijk van. Ivanov heeft inmiddels zijn 7's al lang weggegooid. Ja. Nu is daar Nicky Roeg. Nou, je ziet ook dat hij zijn tijd neemt, maar dat is toch wel een heel moeilijk moment voor hem. Ja, en hij kan hem natuurlijk ook prima wegleggen. Je hebt nog 25.000 chips over. Ja, als hij zoveel heeft, dan zien wij wat de handen zijn. Maar ik denk dan, als we onszelf op zijn positie neerzetten, dat we het toch moeten gaan volgen. Hij heeft er moeite mee om ze weg te leggen. Durft hij het duel ook aan met Brendan Schaefer, toch wel een hele bekende speler. Maar Nicky heeft het toch ook goed gedaan de laatste weken. We zeiden al, 23ste in Londen bij de EPT. En afgelopen week heeft hij ook goed gespeeld hier bij de MCOP, bij een kleine toernooi. Hij moet nu folden of all-in gaan. Callen kan niet. Hè? Op het moment dat hij callt, dan wordt er een potje gecreëerd van 15.000. En dan is Brendan de eerste die kan betten. En op het moment dat er dus wat kleintjes komen en hij gaat betten, ja oké, Nicky gaat weg. Ja, goede beslissing. Lijkt me reëel. Houden we Peetoom over. Ja, die heeft hier echt niks meer te zoeken in die pot, maar ja. En hij folt ook. En Brendan Schaefer heeft het hem geflikt. Aas Koning wint hier deze hand. En ik bedank Rob Hollink voor het aanschuiven. MTOP Main Event is voorbij voor je. Ga je nog spelen? Ik speel.